Nou ja, in de Maarten hebben we een niet onaardig stuk over dat in allerlei opzichten in België de boel beter georganiseerd is dan in Nederland. Dat we dat ooit nog eens moesten constateren, dat is niet waar. Dat in deze door allen niet waar zo vrolijk uitgelachen failed state, namelijk België, dat allerlei dingen, als je even naar aan detail kijkt, blijkt het een stuk beter te gaan dan in Nederland. Maar wat gebeurt daar dan anders? Nou, van alles en nog wat. Het was beter georganiseerd dan het in Nederland is. Dat is bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Premies zijn stukken en stukken lager in België dan bij ons. Dat is bijvoorbeeld, hoe heet het, de kinderoppas. Dat is stukken goedkoper en beter dan in Nederland. Nou, kortom, mag ik iedereen aanbevelen om het stuk te lezen. Het staat trouwens ook op Blendel. Ja, lees het maar eens. Ik kijk ervan op. Is het in heel België of in een bepaald gedeelte? Nou, dit gaat over België als geheel. België is natuurlijk twee onderdelen. Vlaanderen is rijk en Wallonië is arm. Vlaanderen is rechts, Wallonië is links. Maar het gaat om een aantal zaken die in België beter zijn geregeld dan bij ons. Of goedkoper zijn en beter zijn geregeld dan bij ons. Ja, maar dat is natuurlijk waarom zijn als de premies, de ziektekostenpremies in België een stuk lager kunnen zijn dan hier, terwijl de in principe de ziekte, de medische zorg niet minder is dan hier. Hoe komt dat dan? Waarom is het dan bij ons zo godvergeten duur? Hebben we het slecht georganiseerd? Ja, dat vermoed ik. Dat het bar slecht georganiseerd is in Nederland. Overgeorganiseerd is in Nederland. En die overorganisatie kost ook zijn geld. We hebben natuurlijk jarenlang gedacht dat we het buskruid hadden uitgevonden. Maar dat is dus niet zo. Ten eerste is het door Chinezen uitgevonden. Dat is dan weer heel wat anders. Maar wij hebben ook in metaforische zin al een hele tijd niet meer het buskruid uitgevonden. Maar daarmee wil je zeggen, we denken dat we geweldig zijn hier in Nederland. We hebben het enorm met onszelf getroffen. Niet terecht. Ja. We hebben een luchthaven die weliswaar enorm groot is. Oh, wat waren we daar trots op. Grootste haven ter wereld, grootste luchthaven ter wereld. Ten eerste is het al lang niet meer de grootste haven ter wereld. Dat was ook een schok voor mij om te ontdekken dat je ook al 9 havens in China hebt die groter zijn dan Rotterdam. Nee, we hebben onszelf wel erg op de borst geklopt, denk ik, in. Ik weet niet sinds wanneer. Maar het is natuurlijk ook een illusie om te denken als Rutte weg is dat het beter is. Want het is natuurlijk is dat zo. Rutte is de drager, de uitbater van een ideologisch complex. En dat ideologische complex, dat weten we wat dat is. Dat is die op zichzelf nogal vaag gedefinieerde neoliberale oplossingsfabriek. Dat de overheid eigenlijk een bedrijf is en dat de burgers eigenlijk klanten zijn. En dat alles bedrijfsmatig georganiseerd moet worden. Omdat het bedrijfsleven, want daar zit natuurlijk een diepe wortel van dit kwaad. Dat het bedrijfsleven, dat veel beter werkt. Dat beter georganiseerd is. Maar dat is helemaal niet zo. We hadden allerlei overheidsbedrijven die prima werkten. Maar het moesten wel geprivatiseerd worden. Denk aan de Nederlandse spoorwegen. Staat ook in dat artikel. De Belgische spoorwegen misschien niet een overweldigend succes had. Maar dat er zulke feestelijkheden als die de NS opdient. Dat er gewoon een hele dag geen treinen rijden. Dat gebeurt daar niet. Nee. Dat hebben wij. Dat wordt speciaal voor Nederland opgediend. Dat ook, nou ja, het hebben we toch over gehad een paar weken geleden. Hoe is het gods mogelijk? En dat gelaten geaccepteerd wordt. Er rijden geen treinen. En er is laat een dag geen treinen rijden. Kwam maar goed uit, omdat dat toch misschien het lange termijn beleid van de NS is. Om die treinen geleidelijk aan op te doeken en te verkopen. Ik weet niet precies wat het is, maar ook die privatisering van de spoorwegen. Die deling in ProRail en NS. Het is allemaal van een zo bedroevend. Van een soort bedroevend soort van schrale kleuterpolitiek. Is er iets waarvan je zegt dat gaat wel goed? Wat zou er nou eens wel goed gaan in Nederland? Economisch gaat het ons niet slecht. Ja, maar goed, dat is niet macro-economisch zijn we wel een succes. Ja, zonder meer. Maar dat geldt tot de rijkste landen van de Europese Unie. Ja, ik wou net zeggen. Als je kijkt naar de late jaren 70 en de vroege jaren 80, ging het ons macro-economisch helemaal niet goed. En uit dat dal hebben we ons geweldig omhoog gewerkt. Alleen is daar waarschijnlijk veel te makkelijk uit geconcludeerd dat als het economisch goed ging, dat we beter ook de hele rest
van ons overheidsapparaat langs dezelfde principes zouden moeten organiseren. En ik denk dat dat een kapitale fout geweest is. Ja. Zeker natuurlijk de laatste. Nou ja, dat is veel besproken onderwerp, natuurlijk Rutte 2. Dat heeft natuurlijk dramatische gevolgen gehad op tal van terreinen. Als je toch even kijkt naar sociale werkplaatsen en de ruïnes die daar aangericht zijn. Het is, maar kijk, als je het vergelijkenderwijs beziet, horen wij natuurlijk tot de rijkste en prettigste landen ter wereld. Maar dat is natuurlijk relatief, denk ik, is onze positie ten opzichte van ongeveer evenwaardige landen wel minder geworden. Ja. Heb ook nog eventjes wat dingetjes uit Oekraïne. Je hebt al gezegd, nou, het lid worden van de EU, ja, dat is natuurlijk toch pure symboliek, of niet? Dat ze dat nu als worst voorgehouden wordt. Dat kan natuurlijk jaren duren voordat het eventueel doorgaat. Nou, ik zou zeggen, zet door. Er is natuurlijk al een heel omvangrijke handelsovereenkomst tussen de EU en de Oekraïne. We hebben tot onze verrassing gemerkt dat tal van bedrijven in de Oekraïne op grote schaal high-tech producten afleveren aan de West-Europese auto-industrie. Dus kennelijk draaien en hoop van dit soort van dingen draaien kennelijk al goed. Laten we dat zo snel mogelijk intensiveren. Laten we kijken wat voor wegen er te vinden zijn om ze toch in versneld tempo zich bij de EU te laten aansluiten. Al is dat ook tegelijkertijd natuurlijk enorm problematisch. Want wie gaat de veiligheid van de Oekraïne garanderen in de komende jaren? Hoe gaat dat? We weten niet precies of we überhaupt over vrede of over een wapenstilstand, zo'n wat voor deal er over gesproken gaat worden. Kijk, het is duidelijk dat ook als wij om ons best doen als Europese Unie de Oekraïne, laten we zeggen, in onze richting trekken, sowieso is natuurlijk duidelijk dat het hele conflict te maken heeft met het feit dat de Oekraïne zich oriënteerde op het Westen, zowel in economisch en deels ook als in politiek opzicht, al is het toegegeven in allerlei opzichten ook een nogal corrupt land, of een van de meest corrupte landen in ieder geval in Europa. Ja, maar veiligheidspolitiek kunnen wij als EU niks doen. Dus hoe gaan we dat regelen? Wordt het dan toch een NATO-garantie? Ja, en iedereen vindt dat niet kan of dat onacceptabel is. En, nou ja, dat de Russen dan zo misschien sowieso blijven kloten. Het is heel open. En het is ook duidelijk dat de veiligheidsstructuur van Europa voorlopig onzeker is. Zeker ook gezien de onbeschrijfelijke ambitieuze kletskoek die Poetin gedebuteerd heeft over Peter de Grote en het traditionele imperium van de Russen en de imperiale karakter van de Russische bevolking. Dat je denkt, hallo zeg, door wie heeft die man zich laten betoveren in de afgelopen jaren? Omdat natuurlijk, ja, je zit steeds bij de Russen met die wonderlijke spagaat. Dat het economisch een kneusje is en dat het in militair opzicht natuurlijk toch een macht van enige betekenis is. Die bovendien natuurlijk vervuld is van ressentiment, wraakgevoelens. We zijn schandelijk behandeld. Dat is niet zo. Ze hebben vooral zichzelf schandelijk behandeld. Het Sovjet-imperium was ook al een ruïne. Waarom is het anders in elkaar gelazerd? Omdat het al een ruïne was. En omdat met name de managementklasse dat ook heel goed begreep. Dat is ook de reden dat natuurlijk Gorbachev's hervormingen daartoe hebben geleid dat het in elkaar gelazerd is. Maar goed, wij zitten wel met dat probleem. Dat zolang Rusland deze ambities klaarblijkelijk koestert, gesteund door een niet onomvangrijk militair apparaat, zullen we daar oplossingen voor moeten bedenken. Dat betekent dat Europa een andere en betere veiligheidsstructuur nodig heeft dan die er nu is. Want daar zitten dus haken en ogen aan in de zin, de EU kan van alles voor de Oekraïne doen, maar geen militaire bescherming bieden. Dan zou de EU in feite toch een eigen indrukwekkend genoeg militair apparaat moeten opbouwen. Zodat de Russen denken, dat risico kunnen we beter niet nemen. En dan kun je zeggen, ja, de NATO is er, maar goed, die kan zijn garanties niet uitbreiden tot de Oekraïne. Want dan zullen de Russen zeggen, ja, potverdrie, zijn ze eigenlijk toch in een beetje via een omweg toch lid geworden van de NATO. Dat zou je kunnen doen, maar dat zit er eigenlijk ook niet zo in.
En bovendien, ja, die NATO, dat is allemaal hartstikke lollig, maar de linchpin, laten we het maar even op zijn Engels zeggen, van de NATO zijn de Verenigde Staten. En aangezien we op de Verenigde Staten kunnen wij niet meer bouwen. Ja, de Verenigde Staten zijn natuurlijk een land wat in politieke en culturele verwarring verkeert. En dat zal niet voorlopig niet overgaan. Het is niet iets wat snel genezen zal zijn. Omdat het raakt in feite aan de wortels van wat er mis is met de Verenigde Staten. Namelijk dat in allerlei opzichten een racistisch klotenland is. Hoe treurig dat ook is dat je dat zeggen moet. Ja. Dus de ontwikkelingen daar, die kunnen nog... Nee, nou ja, je zou, hoe heet het, die van Middelaar, de columnist van de NRC over Europese kwesties, en die ik ook geïnterviewd heb voor de Maarten trouwens, die heeft samen met een collega gezegd van ja, om al dit soort van problemen op te lossen, waar we eigenlijk op dit moment geen directe oplossing voor zien, zou het niet handig zijn om, zoals Macron heeft voorgesteld, een beetje een bovennationale organisatie te stichten, waarvan de Oekraïne lid kan worden, die nou ja, ik moest een beetje denken aan dat Partnership for Peace, wat de Amerikanen ooit hebben voorgesteld in de jaren 90. Een soort van wachtruimte, waar we iedereen in kunnen zetten, en dan eens een tijdje kijken hoe het zich verder zal ontwikkelen. Dus dat je niemand voor het hoofd stoot. En dan kun je dan in Oekraïne ook inzetten natuurlijk. Eventueel ook Turkije, wat natuurlijk ook al 20 jaar wacht. Ja, ook Turkije natuurlijk wordt gegijzeld door een rek. Namelijk Erdogan. Zijn ze ook nog lang niet vanaf natuurlijk. Nou, nieuwe verkiezingen komen eraan. Ook ja, hoe komen ze aan die gek? Nou, mag je 3 keer raden. Door de kiezers komen ze aan die rek. Maar hij is nu veel minder populair hoor, dan in het begin. Nou, nog steeds staat hij volgens mij aan de populaire kant. Nou ja, dat is misschien ook een soort van oplossing. Al ben ik bang dat veel mensen, dat wat die van Middelaar en zijn collega voorstellen, dat veel mensen dat een schijnoplossing vinden. Maar ja, we zitten met forse veiligheidspolitieke problemen. Economisch geloof ik, maak ik me niet zulke zorgen over de Europese Unie. Niet waar, dat is toch een zeer interessante, solide markt. Ik geloof ook de grootste markt, maar dat doet er ook niet zoveel toe dan. Er zijn natuurlijk 3 reuzen, economisch gezien, 3 reuzen in de wereld. Dat zijn China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Alleen is de Europese Unie wel een enigszins afwijkend exemplaar. Maar ja, dus we zullen onze zaken op orde moeten zien te krijgen. Geloof je er wel nog in met zoveel verschillende landen? Dan is in ieder geval het beleid zoals Hoekstra en Rutte het zich hadden gedacht, niet waar? Die vaart de firma Kruideniers vooruit. Dat zal weinig zoden aan de dijk zetten. Ja. Wat een plevier, u hebben we weer geslaagd. Jongen, jongen.